Met hem trouwen? 1, 2, 3. De laatste filmdag. Ja, kijk. Kijk. Goed zoekje hoor. Ja, oog voor die knie. Dan onderuit. Heel mooi. Hallo. Fijn hier te mogen zijn. Die wil naar huis. Iets spannend bij de foto. Ja. Heb je al wat gevonden, Lucille? Dit is een opleiding voor nog gezellig in de weekjes. Eet dus. Dat was even gezellig op visite. Ja. Oh, goedemorgen vader. Welkom in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En wij zijn hier nog steeds in de Efteling, in de Bosrijk. Omdat LUCiLLA hier haar filmrol heeft in de film Expeditie Vos. En vandaag heeft ze de laatste opnames voor haar scènes in haar film. Volgens mij zijn vandaag ook de fotoshoot posters voor op de bioscoopfilm poster. En ik weet niet of ze op de bioscoopfilm poster komt, maar dat zou natuurlijk wel heel erg leuk zijn. Kijk, hier zitten ze aan tafel. Goedemorgen. Hey, daar zitten ze weer gezellig. Nou, we gaan even lekker hier ons ontbijtje eten. En daarna gaat weer met LUCiLLA mee naar de set. Want die vond het gisteren heel erg leuk om LUCiLLA zo op de set mee te zien. Ik ben vorige week de hele week meegegaan. En dan gaan we eens even kijken, Sil, wat je vandaag alweer gaat filmen, liefie. Maar eerst gaat ze even haar broodjes smeren. Dat kan ze heel goed zelf. En Luxy die zit hier. Die zit lekker met haar brood te frummelen. Die trekt altijd al dat frummelspul uit het brood. Dat is niet erg, liefie. Doe maar lekker eten. En Pop zit er ook bij. Kijk, hier zo. Pop zit enigszins er nog bij. Oh, is Pop gevallen? Ja, dat moet Pop opstaan. Oh, zo, moet Pop zo zitten? Zo was de bedoeling, hè? De ene moet zijn. En Luan die altijd een lekker shampoo erop. Nou, eet smakelijk allemaal. Maar niet zien. Wat heb jij gedaan, Alu? Ja, de chocopasta die is altijd heel erg hard. Dus dan doe ik hem altijd in de... Mag ik al? Nog iets langer? Ja, eens langer. Ah. 2, 3, 4, 5, 6. We zijn volgens mij alweer begonnen, kijk. Daar ga ik zo meteen met LUCiLLA bij heen. En ze zijn het decor alweer aan het opbouwen. Is maar, ik lieve duifjes. Goedemorgen, Woezel. Goedemorgen. Zo, Sil, het is bijna weer zover. LUCiLLA gaat vandaag voor het laatst naar de set. Vind je dat jammer, liefie? Ja, LUCiLLA heeft een heel leuk vriendje, vriendinnetje gemaakt, hè? Fien en Levi, waar ze heel veel mee speelt op de set. Huh? En Ralf? Ja, ze is een beetje... En Ralf, ja, ze is een beetje verliefd op Levi, zei ze. En ze wil met hem trouwen. Wil je met hem trouwen? Hey, maar Levi kijkt ook de vlogjes, hè, dus. Vanavond even lekker ervan genieten dat je Saar mag zijn. Saar, hashtag Saar. Want hierna zijn de draaidagen afgelopen en dan moeten ze de film editen, monteren. Wat mama ook altijd doet met de vlogjes, weet je wel. Alleen dan is dit een stukje lastiger, nog veel moeilijker. Want het is een hele grote film. Die helemaal gemonteerd moet worden. En daarom dat het eind december komt het pas in de bioscoop. Dus we moeten nog even een klein beetje geduld hebben. Maar we zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd hoe LUCiLLA er straks in de bioscoopfilm eruit gaat zien, hè? Heel veel plezier op de set. En maar we zijn echt super trots op jou. Nu al? Ja, nu al, ja. Gaan jullie missen? En tot met de lunch, hè? Tot straks. Luxy is aan het bouwen. Dag Luxy. Als we in je vingers knippen staat hier Saar, hè? 1, 2, 3. Tadaa, en daar is Saar. Heb je zin in je laatste filmdag? Ja. Nou, op naar de Visha. She. Visha She. En daar is Fien. Goedemorgen, Fien. Oké, dan zitten we aan de andere kant van het huis. Gaan we naar de visie. Daniel die is met LUCiLLA op de set. Dat hebben jullie als goed is gezien. Ik ben met Luan en Luxy lekker in het huisje. Ja, jongen. Oh, wat is die leuk. Luan die kijkt trouwens regelmatig jullie fanart. Kijk, en hij heeft nu een fanart van LUCiLLA gezien. Is heel leuk, ja? Ja. Dus dankjewel sowieso voor al jullie lieve fanarts op Instagram. Want Luan die kijkt af en toe wel jullie fanarts eventjes overheen. Hoor. En dan geeft hij jullie hartjes, hè? Oh. Schattig, hè? Ja. Nou, Luxy die is met de kinderwagen aan het spelen. Eigenlijk is het haar poppenwagen, want ze heeft er een pop in gezet. Ja, heb je de pop in je eigen poppenwagen gezet? Ja, ik zie het. En daar is ze mee aan het wandelen. Ondertussen dat de kids hier een beetje aan het keuvelen zijn beneden, ga ik alvast even beginnen met boven de kleren in de koffer te doen. Omdat we vandaag ook aan het eind van de dag gaan we weer naar huis. Fotomodel. Kijk, hier ga je straks je foto maken, zie? Dus dat is dus met onze familiefotograaf, zie dat? Al die fotolampen. Dat ben je wel gewend, toch? Ja. Nou, succes fotomodel. Ja, heel goed. Leuk hoor. Kijk, mooi in de camera kijken. Ja, en een mooie lach, hè? Kom. Ja, kijk, dat is leuk. Komt ie hoor, 3, 2, 1. Keur. Maar ze vinden het zo lekker ook, hè? Ja. Lekker zo'n wasje, hè? Nou is. Ja, maar dat gaat heel even neerzetten. Als je erop gaat staan, klik op goed. Iets meer zo. En die misschien iets naar voren. Ja, je naar voren, dan hier staan. Ja, dan kun je die nou een knikje geven. En kijk maar naar mij. Kijk maar naar mijn vinger. Ja, een beetje lachen nog. Ja, hand zo. Ja, mooi kijkers hoor. Ja, daar komt hij hè. En mooie lach. Heerlijk. Ja, super. Kun je een beetje zo gaan staan? En dan met, ja, misschien een hoekje zo, een beetje zo naar voren. Eigenwijs is zo, ja. Zo, ja. Ja, mooi zo. Ja. En dan gaat hij hoor. Kijk, mooi. Heel mooi lach. Super. Kijk eens. Ja. Nu kijkt alsof je heel stoer bent. Ja. Ja. Nee, dat is top. Ja. Ja. Daar gaat hij hoor. Kijk eens hoe stoer. Leuk, klopt ie. Heel goed. Mooi lach hè, klopt ie? Ja, Katie, het is jaloers op je hoor. Hoppakee. Zo zwaaien. Ja, dat denk je eigenlijk. Het is wel heel leuk. LUCiLLA zit dus nu in de visagie. En één heel klein detail wat ze dus mist, was haar witte haarknip. En LUCiLLA zei, ja hé, klopt. Die was ik gisteren vergeten in te leveren. Die ligt in de badkamer. Die heb ik bij de douche uitgedaan. Zelfs een klein detail, een wit haarknipje. Ja, moet ik even ophalen. Van huis. Hey, hallo. Hey. Ja, ik zat eventjes te vloggen. De visagie miste een wit haarknipje van LUCiLLA. En die heeft ze uitgedaan in de badkamer. Weet jij waar dat witte haarknipje is? Joy zegt ik had er 4. Nee, heb ik 3 boven. Maar nu heb ik er geen 1 meer. Nee, die ligt boven. Een haarklipje. Ja, oog voor detail natuurlijk op de filmset. Een wit haarklipje. Hier op de badkamer. Even kijken. Hier hebben we ergens al haar spulletjes. Hier. Kijk. Deze bedoelt ze denk ik. Dit is denk ik het haarklipje wat ze bedoelt. Hoe gaat het op de set, hé? Ja, goed. Ja? Nou, wij hebben hier ook een flinke knikkenbanen gebouwd. Wow, 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 wow. Kijk. Jawel, laatste stukje. 16 seconden duurt hij. Papa, papa. Ja, ja, hij duurt 16 seconden deze baan. Oh, net het laatste. Leuk hè? Nou, kijk eens. Oh. Maar eerst detail. Het clipje. Kijk, alsjeblieft. De kleine details. Ik zeg tot straks. Doeg. Kijk, het is er. De magic haarspeld. Nou is het compleet. Daar is ze. Oh, daar is ze. Dat is weer helemaal compleet, dat is haar. Zie je dat? Staartje kan er onderuit. Wat zeg je dan? Alsjeblieft. Ja, vind ik wel. Jullie zijn zusjes, hè? Nichtjes, tenminste. Daar gaat hij hoor. Kijk, heel mooi. Nou, what's the rap? Sarah, Zonne. Hey, Zonne, gefeliciteerd hè. Je bent 8 jaar geworden vandaag. Zullen we zeggen, hiep hiep? Hoera! Perfect, die is 8 jaar geworden. Springen! Ja! Handen in de lucht! Enge handen in de lucht! Ja! Luxy die doet even lekker haar middagslaapje en ik ga met Luan samen iets knutselen. Wat gaan we doen, jongen? We gaan zelfgemaakt slijm maken. Een slijmkikker heeft hij hier. Nienke die vond het wel een beetje spannend, maar kent natuurlijk de vriendinnetje en Teun en de hele kast erg goed. Ik ben nu even gevraagd door de filmproducent Lucio om eventjes naar de Efteling Hotel te komen. Daar wil ik het een en het ander vertellen, maar uitleggen en volgens mij ook wat mensen voorstellen uit de televisiewereld. Dus daar ga ik even heen. Auto geparkeerd en nu moet ik hier zijn in het Efteling Hotel. Fijn hier te mogen zijn. Oh, fijn dat je er weer bent. Ja, LUCiLLA, Luan, Luxy en ja, wij hebben enorm naar ons gezien. Dat vind ik leuk om te horen. De afgelopen 8 rijdagen. Ja. Vandaag de laatste. Dus ze heeft het ook fantastisch gedaan. Ja, LUCiLLA geniet. Ja, dat is heel fijn om te horen. Want wij genieten namelijk ook heel erg van LUCiLLA. Ja? Ja, tuurlijk. Kijk, met alle respect. Kijk, ze heeft wel heel veel cameraervaring bij jullie vanuit huis. Maar echt op een filmset had ze natuurlijk nog nooit gestaan. Dat, dat is gewoon zo. Dus dat was een klein risico. Zeker natuurlijk omdat ze pas 5 is. Van hoe gaat ze dat dan, hoe gaat ze het ervan afbrengen? Maar ja, ze doet het fantastisch. Ik heb afgelopen zaterdag de eerste beelden bekeken. En ik stuurde het door naar Nienke Reumer. Zij heeft het scenario geschreven voor deze film. En zij zei, ik zit bijna te huilen. En toen heb ik heel eerlijk teruggeschreven, ik ook. Want het is wel echt heel knap wat ze doet. Ze kent de tekst goed. Alle kinderen in deze film zijn geweldig. Maar LUCiLLA kent de tekst goed. Ze speelt heel geloofwaardig. Ze speelt het heel lief. En voor iemand die pas net 5 jaar geworden is. Petje af. Vette disco hier, Woezel en Pip. Hey. Hey, nou, alles goed jongen? Ik ben even aan het dansen. Leuk man, gezellig. Nou, ik kom eventjes hier en dan ga ik weer terug naar je zus op de filmset. Iedereen vanavond erin? Ik zit prachtig in de keuken te kijken naar LUCiLLA. Oh LUCiLLA, je hebt avondseances gespeeld hè? Ja. Alle ramen zijn helemaal dichtgeplakt, alle gordijnen zijn dicht. Alsof in het echt alsof het avond laat is hè? Dus hier zit je dan altijd hè? Dat is apart. Een woonkamertje met camerastatieven. Nou LUCiLLA, heb jij weer even je eigen jasje aan? Ja. En jouw Saar-outfitje. Dan gaan wij nu even lekker een broodje eten? Ja! Nou, gaan we. Dat is LUCiLLA. Met al die mensen stond ik net voor de zaal te presenteren. Zie je dat? Die man van Mami. Ja, dat klopt. Dat is Edo. Die wil naar het huisje toe. We gaan even pauze houden. Dat is goed voor de film. Zie je dat? Alle mensen van Olusje. Daar stond ik even voor de zaal. Hé LUCiLLA. Zullen we mama gaan verrassen via de achterdeur? Ja, daar heeft ze niks door. Kom, loop hier langs. Hier is LUCiLLA. Gezellig in ons knusse boshuisje. Oh. Nee, LUCiLLA, ze heeft haar eigen jasje. Oh, dat is LUCiLLA. En aan de onderkant is Saar. Ja, ja. Wat leuk, Luxie. Ja, hè? Dat is heel leuk. Heel erg leuk, hè? Vind je spannend? Klein beetje spannend. Nee, en ze vond het ook hartstikke leuk. Ook dat papa even naar die netwerkmeeting was, vond ze ook helemaal niet erg. Oké, hey Pip. LUCiLLA? Ja, we gaan even lekker een boterhammetje eten. Lekker een broodje eten. Oh, geef Luxie ook. Een Pipje en een kus. Ze hebben je zo gemist, ja. Nou Saar, je had flinke dorst, hè? Vond je het niet spannend bij de fotoshoot? Nee? Nou, daar is Luan ook weer met zijn slijm. Luan had een spinnenslijm gemaakt. En heeft echt de spinnetjes gevangen, Sil. Met slijm. Nee, serieus hè? Het is zijn lippen. Oh, maar ik heb ze doodgemaakt. Zie je? Serieus, het is echt zo. Nee. En ik denk niet dat ze in het grapje trapt nu. Mam! Oh. En Luxie is hier lekker chudrijntje aan drinken. Ja, Luxie. Je ziet er zo schattig uit. Hm? Zie je dat, Sil? Het zijn echte spelletjes. Kun je hem uit elkaar trekken? Als een echte slijm? Spinnetje eruit. Oh, ga je het spinnetje eruit halen? Dit is neppert. Neppert, hè? Nee. Goed gezien. Anders leef je er ook met Fien? We stonden op tafel, hè? Stonden ze op de tafel? Leef je op tafel. Iedereen hier komen. Oh, echt waar? Jij moest voor de film. Moest voor de film? Ik ben wel heel nieuwsgierig nou, hè? Ik ga zo weer even verder met het huisje inpakken. Kijk, LUCiLLA en Luan die hebben daar nog flink gespeeld. Dus we moeten beneden het huisje nog even inpakken. Hey. En dan gaat Luan, die gaat nog spelen. Maar papa en LUCiLLA die gaan nog de laatste scène even draaien. Bij de filmset. En dan is het alweer bijna tijd om naar huis te gaan, jongens. Hey, zullen we straks lekker pannenkoekjes bakken? Ja! Zo. Ik zie eruit, liefie. En dan ga ik de kinderen nog hier even lekker in bad doen. En dan doen we de thuispakjes aan. En dan kunnen ze zo lekker de auto in. En dan kunnen ze lekker gaan slapen in de auto. En heeft papa geen file? En dan heeft papa geen file. Want dan wachten we even tot alle files voorbij zijn. Want het is voor ons toch best wel een tijdje rijden. Dus we weer naar Zwolle toe moeten. 2 uur. En dan leggen jullie lekker 2 uur rijden. Dus leggen jullie, als we thuis zijn, leggen jullie lekker in bed. Goed? Ja. Nou, hartstikke leuk. Nou, succes nog even met de laatste scène. En dan zie ik jou straks weer, hè, met papa Sil. Dag, Saar. Ga je slijm eten? Oh, ik denk je gaat slijm eten. Nee. Daar is ons huisje. En LUCiLLA die wilde nog even een frisse neus halen. En wat heb je meegenomen, liefie? Een vergrootglas. Een vergrootglas. Wat ga je zoeken? Kruimels. Kruimels? Ja. Ik dacht dat je spinnetjes ging zoeken. Of misschien mollen. Kijk maar, die zitten allemaal molshopen hier. Zie je dat? Hier zijn niet heel veel beestjes te zien, Sil. Wel, wat zijn dat? Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat dat poepjes zijn of zo. Of hoopjes zijn van wormpjes of zo. Ik weet niet of jullie dat zien. Maar ze ziet dat. Oeh. Oh, kijk eens hoe Saar dat doet. Ja. Goed zo. Zie je daar wat? Nou, ik weet niet, dat is gewoon zand. Ja. Wormen. Wormpjes. Dat zijn de eerste. Kijk, dit zijn de eerste bloemetjes na de winter. Mooi, hè? Ja. Zie je ze? Heb je al wat gevonden, LUCiLLA? Nee. Waar ben je naar op zoek dan? Naar wormen. Naar wormpjes. En spinnen. En spinnen. Oeh. Dat zijn allemaal molshopen, ja. Dan moet ik eigenlijk wel zeggen dat ik niet zeker weet of het allemaal molshopen zijn. Want ik zie niet echt hopen. Daar zie je overal van die gaatjes. Overal eigenlijk door het hele grasveld. Nee. Dit zijn geen molshopen. Konijnen hebben dat gedaan, denk ik. Want een molshoop zie je allemaal alles naar boven. Maar ik denk dat dit konijnen... Je ziet heel veel woezel. Vooral woezel. Je ziet altijd konijntjes lopen. Dan loop je allemaal wilde konijntjes hier over dit grasveld. Ik denk dat de konijntjes al deze gaten hebben gegraven in het gras. Klaar voor de start? Af! Dag, Saar! Nou, LUCiLLA, dan gaan we alles weer ombouwen. Dan kun je zo meteen zeggen, it's a wrap? Kun je zeggen, it's a wrap? Kijk, hoe ik een springkussen. Mooi. Springkussen. Nou, trots op. Hey, LUCiLLA, zeg maar, it's a wrap. It's a wrap. Nou, dus LUCiLLA die is een opleiding voor camera gaan. Zie je wat ze laat nu? Ja. Ja, wat zie je dan? In het toeshot. Wat zie je nu dan? Ik kan een beetje in pushen. Ja. Als ze samen in beeld houden bijvoorbeeld. Ik vlog jou. Hey. Iedereen hier komen! Goed. Vind je het leuk? Ja. Is het lekker op school? Ja. Ben je filmmama? Hè? Tot. Wat is het verschil tussen ons? Even kijken. Volgens mij heb jij zonnehaarversje aan. En heb jij... Ja, Saarversje aan, toch? Ja! Nou, gezellig jullie dingetjes. Ja, even lekker frisse lucht, hè? Wat zijn jullie aan het doen? Trampoline springen? Trampoline? Ja. Kijk, grappig. Alle meubels die moeten gewoon naar buiten getild worden. Anders is er geen ruimte voor het licht en de camera's. Nee, laat maar even open. Zelfs je jasje. Je hebt een jas. Nee, dat? Zo, ondertussen Daniel nog met LUCiLLA op de set zit. Daar achter mij, in het huisje achter mij, ben ik aan het wandelen met Luan en Luxy en Woezel en Pip. Ja. Even een frisse neus halen. relaxie? Kom maar gezellig even in het huisje. Dan kan je hier op dit beeldscherm even kijken hoe het gaat. Nou, oom Lucie, heel bedankt voor de gezellige visite. Ik ga weer naar LUCiLLA toe. Tot zo! Dat was even gezellig op visite, hè, bij Lucie. Wij gaan laten zenden. De laatste ronde. Ja, tot zo in het huisje, hè. Doei! Allemaal gespakt koekenbakken. Ja, gezellig. Zullen we zeggen dag lieve filmfamilie? Zullen we dag lieve? Ja. Zullen we dag? Dag lieve Daan. Oh ja. Afscheidsknuffel, dag Silla. Afscheid van Anna. Dag lieve mama Anna. Hey. No. Ja. Lekker uitrusten. Dag filmhuis. Dag filmhuis. Stilte op de set, camera, geluid en... actie! Nou. Dit hebben we zo vaak gehoord nu de afgelopen dagen dat we met de film set hebben gewerkt. Echt heel grappig, dus wij, Daniel en ik hebben er een soort grapje van gemaakt. Die ik als wij de vlogcamera aanzetten zeggen... Stil op zet! Camera, geluid, actie! Actie! Oké, de laatste panning ook. Staat hij erop? Overnieuw, terug in de pan. Nee, het was echt een superleuke ervaring. LUCiLLA heeft er heel erg van genoten. Ondanks dat het park soms lange dagen was. Ze heeft nog wel natuurlijk voor een pauze in de middag. Maar bleef ze gewoon super vrolijk en blij. En vond ze het echt heel erg leuk. We zijn heel erg benieuwd naar het resultaat. Maar nou goed, daarvoor moeten we nog even geduld hebben. We gaan eerst eventjes de pannenkoeken opsnoepen. De kinderen die zitten hier lekker voor de tv. We hebben hier de spullen, die moeten ze nog even in de auto zetten. Luxie en LUCiLLA zitten daar even een beetje rond. Ja, ik ga zo nog even de kids in bad doen, zodat ze lekker schoon in de auto gaan. Dan gaan ze slapen in de auto en dan leggen we ze zo thuis in hun bedje. Luan heeft al een pannenkoekje pakken. Om 10 uur. Om 10 uur? Ja. Nou, dat zullen we nog wel eens zien als jij in de auto ligt. Dan denk ik dat je zo... Ja? Nou. Vond je het leuk? En gezellig? Ja. Jawel, dat is wel weer iets om mee te nemen natuurlijk. Zo'n hele bijzondere filmrolervaring. Vonden jullie dit weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik hieronder op een spelletje. En we zien jullie graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Voeg je hartsbom mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.